Yo, dap gasten, welkom bij een nieuwe video hier op Newtown. En vandaag hebben wij weer fanficties. En niet één, maar twee. Ja, het zijn namelijk twee kortere fanficties opgestuurd door jullie. Rick gaat er één doen, ik doe de ander. En moeten we iets aan vertellen? We hebben nog een telefoonnummer voor het einde. Als we onder de indruk zijn, dan bellen we nog even iemand. En dat is van Lindsay. Dus Lindsay, beter dat je je best doet. Beter dat je je best hebt gedaan hierop. Want de fanfictie. Wat? Oh. Man, ik zit te kijken. Mijne is heel erg incompleet. Oh nee. Mijne begint zeg maar, sloegen hem en gooiden water in zijn gezicht, hij wakker wordt. Zodat hij wakker wordt. Zodat hij wakker wordt. Misschien missen de twee woorden of... Ja, dus deze voor mij is helaas incompleet. Dus nou, die op, doe die voor jou. Nou, dat ging goed. Ja, doe het. Veel was duizelig. Kleine golven kwamen voor Jordi's ogen. Lichtelijk aangeschoten loopt hij over straat. Hij schreeuwt, Rick! Rick, waar ben je? Niemand reageert. Jordi kijkt in de verte en ziet daar Bardo lopen. Jordi rent naar hem toe, maar het lijkt alsof de afstand steeds groter wordt. Jordi schrikt wakker. Hij ligt half bezweet in het bed van angst. Langzaam staat hij op en kleedt zich om. Hij gaat achter zijn computer zitten. Opeens krijgt hij een WhatsAppje van Rick. Bardo is gisteren niet thuisgekomen. Hij was toch met jou mee? Jordi schrikt. Bardo ging naar huis met Vincent, stuurde hij terug. Opeens krijgt Jordi een WhatsApp van Yuri. Kijk snel op je kanaal, kijk snel! Jordi ging vlug naar zijn kanaal. Er stonden video's van gisteravond. Gisteravond was een YouTube-feestje. Jordi kijkt de video's. Overal lopen dronken mensen. Getwerk, oh getwerk, gedans, drank. Wat een wild feestje. Getwerk, zijn je dat serieus? Hoe moet je nou weten dat ze twerk bedoelen? Oh, getwerk. 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 Ik bedoel ook getwerk, maar jij zegt getwerk. Ik dat nou begreep was, oh twerk. Oh, nee. Getwerk. Shame on you, motherfucker. Op de volgende filmpje gebeurt iets raars. Rick pakt de camera over en loopt naar Bardo. Rick zegt iets wat niet duidelijk te horen is. Opeens slaat Bardo de camera weg en begint naar Rick te slaan. Opeens ligt Rick op de grond, bewusteloos. Iedereen op het feestje kwam om Rick heen staan. En opeens was Bardo weg. Jordi klikt snel het filmpje weg. Jordi nam de eerstvolgende trein naar Rick en toen hij daar aankwam stond Rick al buiten. Hij keek boos. En al wat gehoord, zei Jordi. Rick reageerde boos. Jij bent echt een homo, hè? Je ging gisteren veel te ver. Ik had het nooit moeten zeggen. Jordi begreep het niet. Ik weet wel wat ik van je moest zeggen. Je moest weer zo nodig met Bardo's hond naar bed. Maar Bardo heeft hier zijn hond. Even serieus, nu is dus het moment gekomen dat de fanfictie absurd wordt. Ja. Tot aan dit moment had ik geen vragen en leek het me logisch. Maar nu gaat het over hondenneuken. We zijn nu bij de hondenneuken. Ja, maar gelukkig past 75% in hondenneuken. Oh. Mijn hond heeft geen aids, gelukkig. Ja, en die gaan worden erg. Zegt Bardo blij. Toen kwam Vincent aanlopen en zei, godverdomme Jordi, je hebt me aids gegeven. Ja, oké, okay, ja, we zijn op dat punt, ja. Jordi reageerde, ik wil niet veel zeggen, maar die aids komt van Yuri. Rick, Bardo, Vincent en Jordi lachen. Gekke Yuri toch. Dit is echt Amerikaans cartoon. Gekke Yuri. Ja, oh, die geef Yuri. Geef die aids aan. Vies, vies Yuri. Zo is hij dan eenmaal, hè. Nodig je mij uit op je verjaardag, krijg je helemaal aids. Ja, ik heb geen cadeautje mee, maar aids. Yuri. Hoe kwam Yuri? Maar wacht, hoe kwam Yuri daaraan, zegt Rick. Iedereen draait zich om en ze lachen weer. Het was de vliegende eekhoorn. Gekke eekhoorn, toch? Wat een helder, man. En dat was het einde van het verhaal. Applaus. Weet je wat het is? Het is net niet absurd, wel, het gaat over een vliegende eekhoorn met aids. Ik vind als het op het einde absurd wordt, is leuk, maar als het hele verhaal absurd is, lees het gewoon niet lekker. Nee. En als het op het einde denk ik heel absurd wordt, dan is het wel wat te doen. Maar als het vanaf het begin op begint met eekhoorn eten, dan heb ik al zoiets van, nah. Dat was niet mijn telefoon. Dat was ook niet. Dat was wel mijn telefoon. Laten we Lindsay bellen. We bellen er gewoon op, want... Sowieso twee redenen om erop te bellen. A, het verhaal was leuk. B, ze heeft een vagina. Dus... B, ze... waarschijnlijk wel. Lindsay. Weet je, hoeveel redenen heb je nodig om mensen op te bellen? 3. Heeft ze ook een hartslag? Waarschijnlijk. Wow, vagina, hartslag en fanfictie. Vaginale fanfictie, hartslag. Vaginale fanfictie. Wil je nog iets zeggen dat je in bed bent van de Belastingdienst of... Ik ben Simon van T-Mobile. We kunnen het proberen. Heb jij een idee daarvoor? Ik heb echt geen idee. Ik ben echt verschrikkelijk daarin. Ik tik ondertussen het nummer in. Je hebt nog de bedenktijd, zeg maar. Tik het nummer maar gewoon in. Als je nog iets weet dat je tegen hem kan zeggen. Weet ik veel. Ik heb echt geen idee. Ja, Yuri en Rick en jij niet. Ik niet. Anderen zijn hier veel beter in. Doe maar gewoon bellen maar op. Bellen wel gewoon. Doe maar. Kijk wel waar het schip strandt. Oké, luidsprekertje aan.
gaan zeggen? Ik weet het niet. Is het jouw fan? Oh, dat is Jordi's fan-account, staat er. Oh, de speakers dacht aan. Het is Jordi's fan-account, lazen we net. Ah, Jordi fanbase waarschijnlijk. Hallo, mijn Liesje Grapbergen. Hey, Lies, met Jordi. Huh? Jordi, van Jordi, ik zie net je fanmail voor Banjotaan. Oh, hi. Hey, met Jordi. En ik zit hier met Rick. Hallo. Hoi. Hey, we hebben net je... Oké, laat me, ik ben Bardo. Dit gaat fout. Dat was echt kut. Het was echt... Zeg maar zo'n beetje door, want ik kan ook niet echt als Jordi, want Jordi heeft meer zo'n... Hallo met Jordi. Ja, ja, Jordi is meer... Hallo. Ja. Een beetje Octo. Ja, Octo uit SpongeBob is Jordi. Ja. En... Nou, ja, zo ongeveer. En jij bent het fanaccount van Jordi. Ja, dat klopt. Wat vet. En in deze... Ben je nou weer fan van Jordi? Ik heb heel veel vragen voor je. Ja, hoe kan je fan zijn van Jordi? Wat heeft hij gedaan? Ja, ik vind hem gewoon awesome. Huh? Awesome? Huh? Oh man, ja Jordi, die... we roepen zo Jordi voor jou, helemaal voor jou speciaal de Hilve bij dan. Ja. Alleen, ik was benieuwd, hoe heb je dit verhaal verzonnen, je fanfictie? Ja, ik weet niet meer, ik zat gewoon voor de computer en ik dacht gewoon random, ja, AIDS. Gewoon AIDS? Dat gevoel ken ik. Ja, daarom, eekhoorn AIDS, dat is gewoon heel normaal, elke werkdag. Ja, gewoon. Oh, wauw. Ik moet zeggen, ik vond hem serieus gruwelijk. Hele vette fanfictie. Dank je. En je was ook een van de eerste trouwens. Jij was fanfictie nummer 2 die we binnenkregen. Oh. Ondertussen zijn we even bij de 2000 beland, zeg maar. Dus het is goed. Ja. Yeah. En heb je trouwens vragen voor ons, voor Rick of iets? Of wil je gewoon Jordi aan de telefoon? Wil je Jordi aan de telefoon? Ja, natuurlijk. Heb je Jordi al... Wat zeg je? Nee, ik wou zeggen, heb je Jordi al ooit gesproken? Ja, wel soms. Wel soms? Oh, nu ben ik benieuwd. Wat voor contact heeft Jordi met zijn fans? Ja, via Teamspeak gewoon voor zijn server. De wat fix jij voor zijn server? Teamspeak. Oh, Teamspeak. Zeg maar een soort van Skype. Nee, ik ken Teamspeak wel. Vet, wacht, Jordi, kom eens, want dan halen we hem er voorbij. Dat is veel makkelijker. Daar komt een homo aan. Daar komt een homo aan. Alright. Jordi, je pak even aan, dat moet je even halen in beeld. Ja. Ik ga wel. Geef mijn positie op. God, nou. Hi Nancy. We hebben zo pakken, want speakers. Nou, daar zijn we dan weer. Dit is zo... Ja, ik heb meegenoten van de fanfictie op de achtergrond. Ik was zeg maar heel erg slaperig en lag hier slaperig op de bank. En toen werd ik opeens wakker, want toen ging opeens de haren recht overeind staan. Want toen hoorde ik Lindsay de naam voorbij komen en toen dacht ik, hey, dat kan niet goed zijn. Jordi denkt de hele dag aan je. Ja. Jordi denkt veel aan je. Hij heeft het altijd over jou in de studio en zo. Ja. Ja, het is echt irritant. Dus zo van, nee, Jordi, we hebben over Far Cry 4. Nee, ik kan het niet hebben over Lindsay van Twitter. Nee, Jordi, ja, die ken ik helemaal niet. Oh, wauw. Ik weet gewoon niet wat ik hier moet zeggen. Ja, ik dus zelf eigenlijk ook niet. Ik hoorde het ook voor de eerste keer. Dus ik zit hier eigenlijk ook zoiets van, ja, wat moet ik hier doen? Hele grote mindfuck. Geef hem maar een kusje. Geef hem maar een kusje, Jordi. Geef maar een kusje. Yay. Ze is heel blij met dit kusje, merk je. Ja. 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 Best wel ongemakkelijk eigenlijk. Als je echt over nadenkt, best wel ongemakkelijk. Ja. Ja. En Lindsay, leuk allemaal dit. Weet je, ik vind het allemaal leuk dat je bellen, maar dit kost me wel beltegoed. Dus zeg even een keer wat grappigs tegen Jordi, anders dan kap ik gewoon de video af hoor, als je zo moet. Oh god. Doe even grappig. Doe even eekhoorn aids, doe even. Eekhoorn aids. Ze deed het. Ja. Wil je nog iets vragen aan Jordi of zo? Dan als leuk iets. Ik weet niet wat ik moet vragen. Dan heb je toch altijd klaar liggen? Voor geval dat? Dat had ik. Maar nu niet meer. Oeps.
Oké. Okay. Jordi, Lindsay vraagt of je homo bent. Ja. Oké, okay, nou Lindsay, daar is je antwoord. Dat wist ik al van het begin dat je in Banyotown zat. Nou, ja. Bedankt voor je inbreng. Ja. Ja. Grote bedankt voor je verhaal. Je ziet hem binnenkort verschijnen op de Banyo Studio. Oh god. Doei! Zeg maar doei Jordi, kusje. Doei. Kusje, kusje. Doei! Doei! Dat was ongemakkelijk. Dat was best ongemakkelijk. Ja, voor mij. Niet voor jou. Nee, jij zit hier zo, geef haar een kusje. Wat moet ik dan? Je houdt een hele ding in mijn gezicht. Want tussen jij de microfoon onder gelabberd hier zo. Ja, dat scheelt dat we niet met mijn fanaccounts hoeven te bellen. Dan, ja, voor de volgende keer. Ook, die zit, ik zit er ook. Jij ik heb een ik heb 50 fanaccounts. Ja, doe niet zo stoer. Ik beheer de helft, maar daar gaat het niet om. Doe toch niet zo stoer, jongen. Zeg maar, de fanaccounts die niet meer actief zijn, dat ben ik dan zelf. Zou trouwens wel gek zijn als voor de kijkers, als ze hier zeg maar aan het begin van de video hebben gekeken, ondertussen even hebben weggeklikt en nu terugkomen, dan denken ze ook, ja, die Bardo is veranderd. Ja, het bord is afgevallen. Ja, zo tering. Jongens, in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Geef even een duimpje omhoog. Dan zien we jullie maandag om 12 uur weer met nieuwe video's vanuit de Banyo Studio. Stuur zeker ook nog fanfictions in. We hebben er wel een heleboel. Dus we kunnen niet meer garanderen dat die in de Banyo Studio komt. Als hij echt heel goed is, dan komt hij er vast doorheen. Bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog. En tot maandag.